dat er de afgelopen 2 weken geen nieuwe COVID-19 besmettingen zijn gerapporteerd in Suriname, wil nog niet zeggen dat het land veilig is. Dat heeft infectioloog Stefan Vreden van het COVID-management-team gisteren aangegeven op de persconferentie. Via een presentatie heeft de arts laten zien dat de gevolgen ondraaglijk zullen zijn indien de regels van de autoriteiten niet stipt worden nageleefd. Vreden legde vooral de nadruk op social distancing, waardoor besmetting van grote groepen mensen voorkomen kan worden. Hij zegt dat bij besmetting van 3% van de bevolking het al een grote ramp zal betekenen voor Suriname. U ziet dat het aantal geïnfecteerden, dat kunt u zelf uitrekenen, dan zouden we ongeveer in een periode van 2 maanden, want we zitten, qua Nederland zitten we nu ook op ongeveer 2 maanden COVID-epidemie, dan zouden we in die periode zo'n 22.000 gevallen hebben. We weten dat maar een klein deel van deze mensen zo ziek wordt dat ze in een ziekenhuis opgenomen worden. Althans een klein deel, ongeveer 20%. Dat zou betekenen 4.500 ziekenhuisopnames binnen die periode van 2 maanden. Wij hebben nooit zoveel ziekenhuisbedden. Ongeveer een kwart van de mensen die wordt opgenomen moet naar de IC. Dat zou inhouden 1125 IC-opnamen. In 2 maanden tijd. En onze IC-capaciteit, heeft u ongetwijfeld gehoord, is ongeveer 30 bedden. En als u bedenkt dat 1 patiënt 3 weken op een IC-bed ligt, dan beseft u dat onze capaciteit dat absoluut niet toelaat. Ongeveer de helft van de mensen die op de IC wordt opgenomen overlijdt. Dat zou betekenen in deze 2 maanden zo'n 560 mensen die overlijden. Dat aantal kan hoger zijn, omdat wij een vrij hoge incidentie hebben van mensen met diabetes en met hart- en vaatziekten. En die mensen zijn, zoals u weet, at a higher risk om te overlijden aan COVID. Vreden benadrukt dat deze situatie voorkomen moet worden. De grenzen van Suriname moeten beschermd worden, zodat mensen niet ongecontroleerd het land binnenkomen. Indien dat niet gebeurt, kan Suriname een soort sterftefabriek worden vanwege een explosieve uitbraak. In ieder geval betekent het dat we bijna een soort van sterftefabriek zouden hebben. Een heleboel mensen die tegelijk sterven en de crematoria en begrafenisondernemers zouden het bijna niet aankunnen. Elders is ook gezien dat er een tekort is aan doodskisten, waardoor mensen in kartonnen dozen of erger nog in plastic zakken werden begraven. Dat is als wij het toestaan dat deze ziekte hier aan de grond krijgt. En tenslotte in Ecuador dat er mensen zelfs op straat overlijden. Ik heb deze plaatjes naar voren gehaald om voor u wat visueel te maken wat het betekent om een COVID-outbreak te krijgen in Suriname bij slechts 3% infectiegraad van de bevolking. En ik hoop dat u het met ons eens bent dat we er werkelijk alles aan moeten doen om dit scenario te voorkomen. Dat was infectioloog Stefan Vreden gisteren op de persconferentie van het COVID Management Team. Hij wijst erop dat een explosieve coronasituatie in Suriname niet te dragen zal zijn.